Ook de collegialiteit van meneer Van Hagen doet altijd heel goed zijn best voor ondernemers en heeft extreem weinig spreektijd. Dus ik kan hem nog even. Dus ik wil u ook vragen wat u nog graag had willen zeggen. Dat mag u rustig doen. Dennis, we hebben nog een paar interrupties over, dus die gun ik u graag hoor. En dus u mag dadelijk zeggen, dat is mijn eerste vraag, van wat bent u nog vergeten te zeggen? Of waar had u geen tijd voor? En ik heb nog een vraag. Dat is de VDL. Ik kwam ook een tijd nood. Heel bedankt dat u China aanhaalde, want dat stond ook in mijn spreektekst, maar ik haal dat niet meer. De valse concurrentie van China. Misschien kunnen we daar samen een optrekken nog met een motie. Want dat wordt ongebreideld, maar toegestaan. Als je daar een Europees product moet kopen, betaal je blauw. En hier pleuren ze die goedkope kankerverwekkende rotzooi op de markt. Dus daar wil ik graag met u optrekken. Maar ik had een goed plan. En mogelijk kan de minister daar de regisseur in zijn. We hebben de beste autodesigners en die zitten overal. Hè? Bij Renault zit de beste van Nederland, bij Audi, overal bij BMW, allemaal Nederlanders. We hebben de beste automotive opleidingen op techniek, ook IVA Driebergen, wat ik zelf ook heb gedaan, commercieel. Maar we hebben de Universiteit Delft. En nu blijkt dat waterstof, volgens alle autodeskundigen, dat wordt een beetje met een zekerheid gaan ze de waarschijnlijkheid, moet je zeggen, wordt dat de toekomst van emissievrij rijden. Hoe vindt u het nu, als we al die partijen eens bij elkaar brengen, met de Kamer en met de minister, dat we gewoon eens gaan kijken of we een betaalbaar Nederlands product kunnen op de markt kunnen zetten. Ook als overheidsvoertuig, maar ook voor Jan met de pet, dat iedereen een betaalbare auto krijgt. En dan op waterstof inderdaad in de toekomst. Moeten we nu al aan gaan beginnen. En vergeet niet, die eerste interruptie, dus je mag nog even zeggen wat u graag wilde. Hè? Dank voor uw bijdrage, meneer Gauws. Ik hoop dat de heer Van Haga kan antwoorden. De spreektijd is gesponsord door PVV. Ja, nee, dank u wel. Heer Van Haga. Dank u wel, voorzitter. Ja, deze interruptie was langer dan mijn eigen bijdrage. Dus... ik dank de heer Gauws hiervoor. De heer Stoffer heeft dat ook al eens eerder gedaan, want als afsplitser kreeg je eigenlijk normaal geen spreektijd. Maar dat is hier niet echt het geval, want ik heb gewoon royaal spreektijd gekregen. En de voorzitter heeft mij ook nog een minuut eroverheen laten gaan. Wat mijn collega Efraïm dan straks weer moet inleveren, maar dat terzijde. Nee, maar we hebben natuurlijk... We hebben natuurlijk al eerder, vorig jaar, opgetrokken op het China-dossier. Volgens mij hebben we zelfs over VDL samen een motie ingediend. En ja, kijk, laten we hier ook niet een te zuur verhaal houden. Hè. Nederland heeft op heel veel gebieden een ongelooflijk voorsprong. We hebben fantastische technische universiteiten. En het doet me echt deugd dat ik hier toch een aantal ingenieurs vandaag in de zaal heb meegemaakt. Mijn excuses nog aan mijn broeder van het CDA... Sadiki, want dat is ook een ingenieur en die ben ik net vergeten te noemen. Sorry, Mustafa. Ik heb echt alles gezegd. En als ik nu wat over China ga zeggen, dan ga ik mijn hele China-notitie die ik bij de VVD heb geschreven herhalen. Dus ik denk dat we daar apart nog over van gedachten kunnen wisselen. Het was een mooie tijd. Ik denk dat we deze avond hiermee moeten afsluiten. Meneer Gauws, dank u wel. That's why.